Deze man was hoofd interne dienst en dat betekent eigenlijk dat hij verantwoordelijk is voor allerlei inkoop. Zij moet bepaalde spullen, bepaalde diensten namens de gemeente inkopen. Alleen wat hij deed is dat hij wel bepaalde diensten inkocht of spullen liet leveren. Alleen voor zichzelf, maar wel de gemeente liet betalen. Dus bepaalde spullen bestelde hij, maar die liet hij afgeven op zijn privéadres of het adres waar hij een horecazaak had. En de factuur ging dan vervolgens richting de gemeente. Ja, dus de gemeente Helmond die heeft in dit onderzoek eigenlijk alleen de laatste 3 jaar gekeken. En daar blijkt dus uit de schade van minimaal 450.000 euro. Maar hij is 10 jaar lang werkzaam geweest, dus waarschijnlijk ligt de werkelijke schade nog veel hoger. En het extra pijnlijke maakt is dat er in 2008, dus toen de man er pas een jaar werkte, toen is er al een collega geweest die bij de gemeente aan de bel heeft getrokken. En heeft gezegd van, nou ja, ik zie hier een aantal verdachte factures, klopt het wel? Alleen daar is toen niks mee gedaan. In 2014 is er opnieuw een melding gekomen over deze man, over deze ambtenaar, dat er misschien bepaalde dingen niet klopten. Ook daar is om wat voor reden dan ook niks mee gedaan. Ja, en nu is uiteindelijk duidelijk geworden dat ja, dus jarenlang deze man allerlei facturen heeft lopen sjoemelen met allerlei facturen. En de schade loopt gigantisch hoog op.